Ja, goeiedag. Ik ben Shalon Imamdi. Ik ben motivational speaker, trainer, coach. En ik begeleid en ik help mensen dus om van A naar B te gaan. Dus dan moet je bij denken dat veel mensen willen een bedrijf beginnen of zijn op zoek naar een andere baan. En hoe pak je dat aan? En in dat proces begeleid ik ze. Dat is wat ik doe. Ik ben in contact gekomen met RealGen via een verkoper. Die kwam bij mij langs. En die legde mij het concept uit. En het moment dat hij mij het concept uitlegde en hij vertelde mij wat de mogelijkheden waren, was ik erg enthousiast. En ik denk, ja, dat kan zeker wel wat voor mij betekenen om nieuwe klanten binnen te krijgen. RealGen heeft voor mij kunnen betekenen dat ik goed in Google te vinden ben. En dat is op dit moment ook echt wel duidelijk merkbaar. Dus ik zie ook wel aan de zoektermen dat ik echt wel mooi in Google te vinden ben. En dat mensen me dus makkelijker en dus directer kunnen vinden en daardoor sneller met me in contact kunnen komen. Dat is wat RealGen voor mij heeft kunnen betekenen op dit moment. De workshops die ik geef gaan over persoonlijke ontwikkeling. Dus eigenlijk moet je erbij denken dat mensen komen binnen en die geven aan bijvoorbeeld van ik ben op zoek naar een nieuwe baan. En dan vraag ik meestal van wat voor baan en wat ben je eigenlijk echt nou op zoek? Want heel veel mensen zeggen ik zoek een baan, maar zoek eigenlijk geen baan. Maar die zoeken eigenlijk een oplossing voor een probleem waar ze nog niet echt zeker weten wat het probleem is. Nou, daar gaan we achter komen en dan ga ik met die mensen stap voor stap ga ik doornemen wat ze kunnen doen. Dus meestal begin ik met mindset, van mindset ga ik naar strategie en van strategie ga ik naar implementatie. Succesverhalen vanuit workshops is echt dat je ziet dat mensen dus echt zijn begonnen met een bedrijf beginnen. Hè, want dat doen we ook, mensen helpen met het beginnen van het bedrijf. En dat je ook ziet dat ze echt gewoon omzet maken en gewoon al langer dan 2 jaar bestaan bijvoorbeeld. Dus dat is wel een heel mooi succesverhaal. Ik heb nog recent een verhaal van een mevrouw die had al een bedrijf. Die was al een half jaar bezig en die zei ik wil graag wat meer omzet maken. En daar hebben we dus 3 keer 3 dagen met elkaar afgesproken hoe we dat gaan doen. En meestal binnen een dag hebben we de omzet eigenlijk wel verdrievoudigd. Dus dat was wel goed. Meer klanten gevonden en de omzet verdrievoudigd. En dat proces dat was mooi en goed verlopen. We hadden een goede klik met elkaar en ja, dan loopt het ook wat soepeler. Er zijn natuurlijk meerdere sprekers, meerdere trainer-coaches die soortgelijke diensten aanbieden. En ja, hoe ga je onderscheiden? Dat begint dus vindbaar op Google en makkelijker vindbaar. Dus dat mensen niet hele lange termen of hele lange dingen moeten zoeken om je te vinden, maar gewoon makkelijk op bepaalde zoektermen. En daar is RealGen wel heel sterk in om je goed vindbaar te maken via zoektermen. En dat is erg belangrijk. Dus ik zou andere collega's het zeer aanraden om dat ook te doen, willen ze goed vindbaar zijn. Nou, voorheen ging het eigenlijk wel via mijn website, maar dat ging natuurlijk nog, dan moeten ze echt je hele naam onthouden en dan perfect intikken. En vooral met mijn achternaam wordt dat wel eens een dingetje. Dus dat was wat moeilijker. Of je werd gebeld, nou, dan ging het via een telefoongesprek en dan moest je ze doorverwijzen of naar je website of gelijk een afspraak maken. Het ging allemaal wat omslachtiger. Het gaat nu wat makkelijker, vloeiender en wat professioneler. Mensen zeggen ook, ja, het ziet er echt goed uit. Als we je zoeken, sta je gewoon goed vindbaar. En dat geeft ook een bepaalde uitstraling naar je klanten en naar de mensen toe. De samenwerking is tot stand gekomen via die verkoper dan. Dus die meneer die bij mij is langs geweest en het verhaal heb uitgelegd. Daarna ben ik het aangegaan voor 2 jaar. En het begin was nog een beetje aftasten, want je kent elkaar natuurlijk niet. Maar eenmaal toen ik door had hoe het werkte en wat eigenlijk zichtbaar moest zijn en hoe het eigenlijk verliep, was het eigenlijk wel gewoon goed. En ook een hele goede samenwerking, een goede klik. Maar vooral goede uitleg. Als je ze belde, konden ze gewoon goed uitleggen van hey, kijk hierna, kijk daarna, of we zijn hiermee bezig of daarmee bezig. Zodat je een duidelijk beeld kreeg wat je eigenlijk te zien moest krijgen en hoe het eigenlijk in zijn werk ging. Dus dat was wel fijn. Het is heel belangrijk, omdat als je eenmaal op 1 staat, om op 1 te blijven. Want anders komen er andere mensen die natuurlijk jouw positie overnemen. En dan val je natuurlijk weer wat lager in Google. En als je weer lager in Google valt en je bent moeilijker te vinden, denken mensen misschien weer dat het zo'n truc was die je 1 keer hebt toegepast of wat dan ook. En dat is juist wat je niet wil laten zien. Je wil laten zien dat je continu werkt aan je kwaliteit. En dat is alleen maar, kun je alleen behalen doordat je langere tijd of eigenlijk gewoon blijft gebruik maken van de diensten om te zorgen dat je op 1 blijft. Als je die lead binnenkrijgt, ga een beetje vooronderzoek doen welke personen het zijn en wat ze doen, wat hun achtergronden zijn, et cetera, et cetera. Dat kun je doen via LinkedIn, via Facebook. Er zijn verschillende manieren om erachter te komen wat voor personen het zijn en wat ze doen. Als je dat gedaan hebt, dan ga je gewoon een belmoment voor je inplannen van welk moment ga jij ze bellen en dat dan ook echt gaan doen. Dus de mensen bellen en gewoon aangeven, luister, dit is wat ik doe, dit is wat ik te bieden heb en ik wil graag een afspraak inplannen. En dan gewoon als je je afspraak ingepland hebt,
ook gewoon vastzetten en gewoon voordat je er naartoe gaat bevestigen, zodat je zeker weet als je daar komt dat er dan ook echt een afspraak is. En volgens mij die mensen aan tafel gaan zitten en gewoon de deal closen. En ja, er zijn natuurlijk andere processen voor natuurlijk om dat te doen. Maar de meeste mensen die eenmaal in de verkoop zitten weten wel als ze eenmaal aan tafel zitten hoe ze dat verder zouden kunnen afhandelen. Ik zie de samenwerking met RealGen in de toekomst goed tegemoet. Dat sowieso. Sowieso om langer te zorgen dat ik nummer 1 op Google blijf en waarschijnlijk nog wel wat andere diensten. Maar vooral ook een samenwerking dat we samen zouden kunnen kijken van hoe kunnen we elkaar versterken. En wat hebben we elkaar nog meer te bieden? Hoe kunnen we elkaar naar een ander niveau brengen, een ander platform? Want we moeten blijven innoveren, blijven vernieuwen. Ook blijven ontwikkelen, ook persoonlijk ontwikkelen. En nieuwe technologieën zien te gebruiken om nog meer mensen te bereiken, op een andere manier te bereiken, zorgvuldiger te bereiken. En ook mensen echt laten inzien wat de kracht daarvan is. Zodat je niet alleen maar mensen bereikt, maar dat ze ook echt inzien, hey, dit is echt nuttig voor mij en dit kan ik echt goed gebruiken. En waarom ze het goed kunnen gebruiken en waar ze het goed kunnen gebruiken. Dat ze dus niet echt denken van ik heb iets, maar wat moet ik ermee? Maar dat ze ook echt weten wat ze ermee moeten en hoe ze ermee moeten omgaan. Ja, wat heel belangrijk is, is dat mensen moeten beseffen of dat RealGen wel zorgt voor de vindbaarheid. RealGen echt wel zorgt dat er traffic gegenereerd wordt. Maar niet zorgt dat de klanten ook echt klant worden. Dat moet je zelf doen. En een van de manieren hoe je dat zou kunnen doen, is een training te volgen. En ik heb daar een hele mooie training van. Voor hoe ga je ervan zorgen dat je ook echt uit die leads klanten gaat genereren. Dus je krijgt de leads binnen via RealGen. En dan? Wat ga je dan doen? Welke stappen ga je dan maken om te zorgen dat die mensen ook klant worden? Nou, ik denk dat het voor mensen ook heel belangrijk is om te beseffen dat daar een bepaalde stappenproces voor is. Dat mensen niet zomaar klant worden. Het is niet zo, ze vinden je op Google op nummer 1 bijvoorbeeld van hey, dit is een leuk bedrijf en nou gaan we klant worden. Dat is gewoon een proces bij nodig. Mensen moeten je leren kennen, mensen moeten je vertrouwen en mensen moeten weten wat ze aan jou kunnen hebben. En om dat duidelijk te maken, nou, daar geef ik een training voor. Hoe zorg je dat mensen dus echt met jou verder in zee gaan? Dus dat je ook echt uit je leads klanten genereert. Dus RealGen regelt de leads en ik zorg ervoor dat de mensen die echt willen zeggen van nou, ik wil daar klanten uithalen, hoe je dat doet. Dus ben je geïnteresseerd? Neem zeker contact met mij op. En dan gaan we kijken hoe we dat gaan aanpakken. En waar we jou zouden kunnen een steuntje in de rug kunnen geven. Of een duwtje de richting in. Hoe je van je leads klanten maakt. En dan is het echt helemaal compleet. Dus heb je een hele mooie generator. Namelijk RealGen om de leads binnen te krijgen. En dan zou je via mij kunnen kijken hoe je die leads klanten gaat maken. Heb je interesse om zo'n training te volgen? Je kunt me vinden via Trendwatcher Amsterdam, Motivational Speaker Amsterdam, Droombaan van je leven. Bovenaan in Google, dat is wel leuk, kun je gewoon die zoektermen intikken en dan vind je mij en dan kun je contact met me opnemen. En dan gaan we kijken hoe we daar een stappenplan gaan maken om ook te zorgen dat jouw leads omgezet worden naar klanten. Ik heb er heel veel zin in en ik zie je graag heel snel op een van mijn trainingen. Dit is Shalom Imamdi, dankjewel.